Jan de Jonge. Ik wil terug naar de eerste helft. Een kans voor Geerne Muiden. Volgens mij was dat met Kavak. Die de keeper goed pakte. De aanval drop, scoren hun de 0-1. Is dat het verschil tussen een ploeg die bij de bovenste staat en jullie richting de onderste plaats moet kijken? Nou, ik weet niet of dat het verschil is. Ik vind dat we vandaag de hele wedstrijd gedomineerd hebben. Dat we behoorlijk wat kansen hebben afgedwongen. En dan, wat jij zegt, dan kan het zo zijn dat je ondanks dat tegen een ploeg zoals ACV die wedstrijd verliest. En ik vind dat we uit de spellenvatting verloren hebben vandaag. Nou ja, en in de tweede helft hebben we natuurlijk heel wat mogelijkheden, kansen, halve kansen, hele kansen. Constant druk erop gehad. Ja, ik kan alleen maar daar trots op zijn. En verwacht ook dat we de komende weken daar de revenue van plukken. Het zit niet meer. Dat is wat ik ermee bedoelde zeggen. Dat die bal er niet in gaat en aan de andere kant wel. Dat is simpel, ja. Alleen, ik kijk wel eerst, dat heb ik tegen de jongens gezegd. Ik vind maar één ding belangrijk. Dat we de komende maand ook, dat we met z'n allen op trainen. 100% de strijd aan gaan met elkaar op een goede manier. Dat we er allemaal zijn op trainen. Dat is heel belangrijk. En dat we in de wedstrijden 19 uur lang voor de club alles geven. Dat is eigenlijk het enige wat ik eis. Nou, en daarin maken wij de keuzes wie dat dan in de eerste helft gaan doen. Of de eerste helft niet, maar de eerste elf. En vervolgens met de rest, wat vandaag ook gebeurd is. Jongens die erin komen, dat die nog even extra gas geven. En dat deden ze. Zijn er een aantal jongens er dan altijd niet, wat je net zei, van dat de jongens moeten komen? Nou, dat is niet aan te geven, maar het is zo dat ik vind, op het moment dat je hier bij Geerne Muiden speelt, dan moet het eigenlijk altijd zo zijn, en er kan natuurlijk altijd wel eens wat aan de hand zijn, dat als we trainen, dat iedereen er is. Nou, en dat vind ik wel heel belangrijk. Nou, daar hebben we met elkaar over gehad, vindt iedereen heel belangrijk. En vervolgens van daaruit zorgen dat je ons veilig speelt. Ik had een luisterend interview van jou deze week bij Omroep Friesland. Toen gaf je aan van, ja, egootjes, daar hou je niet van, teamspeler. Nee, dat heb je dan helemaal verkeerd. Dan heb je niet goed geluisterd. Ik hou juist wel van egootjes. Het enige wat dan er aan de hand is, dat de egootjes voorop lopen in de discipline en in de manier van werken. Want die brengen vaak het verschil mee in de wedstrijden. Dus dat is niet waar. Het enige wat moet gebeuren is, en dat is, vind ik, hebben ze een enorme stap in gezet. Hoe graag het ook klinkt, hè. Tenminste, onder mijn leiding 2 gespeeld, 1 punt. Maar we hebben wel ook vandaag laten zien dat we met elkaar het tij willen keren. En daar gaat het om. En dat gaat niet van een op andere dag, dus dat duurt even. Welke vorderingen heb je gemaakt sinds de eerste training dat je hier het roer overnam? Tot aan nu, 2 jaar verder? Ja, je hebt de wedstrijd gezien, neem ik aan. Ik vind dat daarin een ploeg als ACV gewoon vandaag geluk heeft gehad. En wij hebben daarin wat minder geluk gehad. Nou, dat zegt wel iets. ACV is een goede ploeg. Stukje vertrouwen, dat ebt dan ook weer een beetje weg met dit soort wedstrijden niet? Dat vind ik juist niet. Ik vind juist dat ze hier vertrouwen uit moeten halen. Precies omgekeerd. Je hebt gewoon gezien hoe de wedstrijd was, hoe de wedstrijd verlopen is, wat ze eraan gedaan hebben. Dan gaat dat heb ik net ook verteld in de kleedkamer, dan gaat dat omdraaien. Dat gaat omdraaien. Alleen je moet het volhouden. En dat is even de vraag. Dankjewel. Oké. Okay. Dankjewel.